fabrieksgebouw wordt een duister plan gesmeed. De tijd is rijp om mijn duistere plannen uit te voeren. Met deze hendel zet ik mijn lichtvreter in werking, zodat de wereld voor altijd in duisternis gehuld blijft. Niet zo snel, duisternis! Huh? Pyjama Man! Juist, Engert! En ik heb ook een aantal verrassingen in petto. Pak aan! Niet de flitsvijf! Heb je nog iets te zeggen voordat ik je opzuig met mijn draagbare opbergeenheid voor slechterikken? Ik zou willen dat jij je sokken zo nu en dan eens opruimde. Tuurlijk, mams. Kom voor mekaar. Oké, Sam. Weet je nog? Vandaag ga je voor het eerst slapen met het licht uit. Maak je geen zorgen, mams. Ik ben er helemaal klaar voor. En ik kan nog altijd mijn pyjama Sam masker opzetten als ik bang ben. Zeker, lieverd. Slaap wel, Sam. Goeienacht, mams. Je hoeft niet bang te zijn in het donker. Je hoeft niet bang te zijn in het donker. Ik ben niet bang. Duisternis zit in mijn kast, maar dat is oké. Ik ben niet bang. Oké, ik ben bang. Ik kan toch niet gaan slapen met duisternis in mijn kast? Ik zal hem moeten bedwingen. Dit is een perfecte klus voor... Pyjama Sam! Nou, waar zou mijn Pyjama Sam masker toch zijn? Dat heb ik nodig, samen met mijn zaklamp en mijn broodrommel. Ik ben er haast zeker van dat die spullen hier ergens moeten rondslingeren. Yo, Vaku Gamers, Lars hier. Welkom bij een gloednieuwe serie hier op Vaku Games. Pyjama Sam en de jacht op de duistere nacht. Of iets in die richting. Ik heb deze game gisteren via mijn verjaardag gekregen. Van mijn neefje Tim. Hoi Tim, hoi. En hij zei van, weet je, je moet er eigenlijk wel een serie van gaan doen. Oké, doe ik dat. Bij deze alsjeblieft. Pyjama Sam. Ik vond het vroeger echt een supercool spel. Het was echt zo'n game waarvan je dacht van... Weet je, je bent een jochie van een jaar of... Wat zal het zijn? 7, 8 dat ik toen was. En toen was deze game echt fucked up moeilijk. Hij was echt super irritant. Al die dingen, ik wist echt totaal niet wat ik aan het doen was. Gewoon een beetje rondklikken. Een beetje kijken overal. Dat is wat ik deed. En nu weet ik gewoon waarschijnlijk nog grotendeels wel een beetje wat ik moet doen. Zoals sokken verzamelen, dat is altijd erg belangrijk natuurlijk. Sokken verzamelen, alsjeblieft, sok daar, hoppakee. En wat moeten we eigenlijk doen? We moeten duisternis verslaan, want duisternis woont in die kast daar rechts. Dat is echt de perfecte plek om te wonen, in de slaapkamer van een of andere jochie. Echt de beste plek om te wonen, zeker als je duisternis bent. En nu moeten we hem bedwingen natuurlijk, want ja, weet je, duisternis is niet zo heel erg chill. Hij is eng, hij is zwart. Dat klonk heel fout, maar dat was niet zo. Heeft hier mijn zaklamp? Oh nee! Gesigneerde pyjama man broodtrommel in beperkte uitgaven. Juist, mijn licht gesigneerde broodtrommel met iets. Gevangen houden zodra ik hem bedwongen heb. Ja, we gaan duisternis in die broodtrommel proppen. Ik ben klaar om in mijn kast te kruipen om duisternis te gaan bedwingen. Oh jee, sommige mensen komen uit de kast. Sam gaat juist de kast in. Okay. Doe het niet, Sam. Doe het niet. Actie. Wees eerlijk voor jezelf, jongen. Woep, woep. Hij heeft wel een strak pakje aan, die Sam. Hoe is dat zijn kleren? Wat is het eigenlijk? Wat draagt hij? Hier komt Pyjama Sam! Hij heeft een klep aan de achterkant. Kan hij dan die klep open doen zodat hij makkelijk naar de wc kan ofzo? I don't freaking Hallo? Know. Is daar iemand? Hallo? Is daar iemand? Hallo? Hallo? Sam? Wauw, die zagen we niet aankomen. Oh my freaking god, ik word opgezogen door mijn eigen kast. Nou kom je nooit meer uit de kast, Sam. Nooit meer. Pyjama Sam in de helse jacht op de duistere nacht. Tada! Tada! Wauw. Echt te lang geleden dat ik deze game gespeeld heb. Dit kan letterlijk wel eens 10 tot 15 jaar geleden zijn. I have no idea wanneer dit uitkwam. Voordat mams merkt dat ik weg ben. Dit was toen echt de shit als je dit had. Ik weet nog dat ik deze game echt uitleende aan mensen uit de klas. Omdat die gewoon echt super cool was. Een bal! Oh, dan hebben we de bal kwijt. Oh, nee, toch niet. Daar is hij weer. Echt een stuiterbal. Hey, kijk eens eventjes. Jongen, ik wist niet dat mijn kast zo groot was. Nee, man. Je moet hier een huis bouwen. Hey, een plank. Een plank. I wanna have the plank, please. Give me the plank. Ze ligt veel te ver. Oh, gaat niet lukken. Maar ik zie wel een sok. Nog een sok.
Ik zal ze maar oprapen. Ja, man. Mijn mama heeft me dat gevraagd. Ik ga echt sokken vergeten en jullie gaan ongetwijfeld in de reacties roepen van... Hé, hey, op 5 minuten 28 en 23 microseconden zat een sok. En terecht. Als jullie een sok zien die ik niet gezien heb, zet hem alsjeblieft in de reacties neer. Dan weet ik wat ik fout gedaan heb. Fuck slagbomen, echt waar. Ergens in Ekelen hebben ze een slagbomen. Helemaal als ze mijn zooi afpakken. Hé hey man, blijf van mijn spullen af. Dat is mijn lichtmetalen gesigneerde met Pyjama Sam in gelimiteerde uitgave broodrommel. Mijn ding. Ga je eigen broodrommel kopen? Nee. Aangegeven? Nee. Zou jou eens aangeven omdat je kind aan een touw en in je boom hangt? Dat is een reden om je aan te geven, vriend. Fuck de opslagbomen, gast. Draagt bovendien een vermomming. Klopt, ik ben een zware crimineel. Ik ken hoe je er echt uitziet. Nou ja, hetzelfde, maar dan zonder masker in. Pyjama Sam. Pyjama Sam. Pyjama Sam. Wat heeft die boom gesnoven, joh? Ik kan je altijd. Check dat oog van die gast. Die is niet helemaal 100% die boom. Don't fuck met die boom, anders maakt die echt af. En dan hang ik in de boom. Geweldig. Laat me los. Please. Ik weet nog wel een aantal dingetjes van vroeger hoor. Het is niet zo dat ik echt helemaal niks meer weet. Een aantal dingen zou ik nog wel weten. Een aantal dingen ook echt totaal niet meer. Oh my god. Nog meer pratende bomen. Bedankt. Dank u. Ik vind het wel jammer dat jij je spullen bent. Deze boom lijkt op broccoli. Ja. Een broccoliboom. Hoe moet ik nou duisternis gaan bedwingen zonder al mijn spullen? Nou, pak dat mes rechts onderin. Zet die op de keel van duisternis en zeg, ga in mijn broodrommel, kreng. Misschien dat hij er wel naar luistert. You never know. Je weet het niet met die gozer. Dan kun je ze vast wel vinden. Ja, laat het hele land doorzoeken omdat ik mijn broodrommel kwijt ben. Ik ga wel naar de winkel, kopen we een nieuwe. Oh, dat kan niet, want het was een gelimiteerde uitgave natuurlijk. Ze gaat helemaal niet. Ik kan helemaal een nieuwe kopen. Ik moet mijn gelimiteerde Super Pyjama Sam broodrommel pakken. En ik moet ook een stuk hout pakken. Met een touw. Wauw. Logische combinatie, Lars. Hoppa. Pok. Lekker voor je. Lekker voor je, Sam. Ik hoop maar dat die vriendelijke boom niet al te boos is, omdat ik haar touw ben kwijtgeraakt. Ik denk dat ze woedend is. Nu heb ik tenminste dit schitterende stuk hout. Gefeliciteerd met je stuk hout, Sam. Ik denk dat die boom je gewoon beetpakt en zo huppakee die rivier hierin gooit. Dat is wat ik zou doen als je mijn touw kwijt was. Hoi, mevrouw de boom, ik ben uw touw kwijt. Mevrouw Boomin, sorry, maar... Mevrouw Boomin, yeah, right. Dat ik het touw ben kwijtgeraakt dat u me geleend heeft. Oh. Oh, dat is niet zo erg. We zijn mijn touw kwijt. Ik zal er wel een nieuw vinden. U bent dus niet kwaad? Je gaat een nieuw touw vinden, je bent een boom. Ik ben zelfs blij. Je kan niet lopen zoals die bomen in Lord of the Rings, hè, weet je wel? Die enten of ents, hoe die kreng ook heet mogen. Ik ga die kant op, mevrouw boom. Succes met uw touw. Dat doodenge huis daar moet volgens mij het huis van duisternis doodenge huis? Weet je hoe freaking baashuis dat is? Dat wil ik ook. We kunnen drie kanten op. We kunnen naar Duitsershuis. Duisternishuis zal het wel zijn. We kunnen naar de aanlegsteiger en we kunnen naar de mijnen. Hopelijk zijn het niet van die mijnen die ontploffen als je er bovenop gaat staan. Ik wil naar Duisternishuis. Dat is gewoon het coolste. Daar woont die vent. Kunnen we hem meteen kaart pakken. Oh my freaking god, ik zag een sok. Dit is wel degelijk het huis van duisternis. Ik zie een sok. Zie jij de sok? Wijs me naar de sok. Ik zie de sok daar. Hé, hey, die hadden we nog niet. We hebben drie sokken. Het zijn net Pokémon kaart. Daar heb je ook altijd een heleboel van. Zitten we het in de brievenbus? Duist. Past de Ernest er niet meer op? Wat zei hij nou? Wat de fuck zei dat ding? Nou ja, die is wel post, maar die is allemaal voor duisternis. Het zijn allemaal rekeningen. Oh, nou, die mag je houden. Die hoef ik niet. Het zou echt wat zijn als je naar buiten loopt en je brievenbus zegt van... Hé, man, er is geen post vandaag. En als je dan terugkomt, ja, er is wel post, maar het zijn allemaal rekeningen. Hier, alsjeblieft. Gooi maar een kei daarin, Sam, in dat mandje. Die zijn nogal zwaar. Ja, dat lijkt mij ook, ja. Er staat een bordje kei bij. Zo, daarin. Oh. Not good. Oh. Wauw, een natuurwet. Een natuurwet, natuurlijk, Sam. Je vast tot in het huis van duisternis komt. Ja, tuurlijk. Er zit een gat bovenin. Tuurlijk gaat hij naar boven.
Nou, keien erin. Pa-ba-da-pa-pau, supercool liedje. Steen, lijkt een beetje op Dugtrio van Pokémon. Misschien dat ze daar wel van gejat hebben. Oeh, handig. Springende stenen. En het mandje. Mikken. Hey, ja, ik kan goed gooien, Sam. Meer wegen dan één zo'n kei. Weet je zeker? Heb je zoveel gegeten? Nog een kei erin. Plotse vlot. Nog één. Mikken. Jij ook nog? Zo, een zwaar steenje. Dat is geen steen meer, dat is een kei. Hup, zo vlot. Daar zijn we boven. Werkt ook. Normale mensen kopen nog gewoon de lift. Duisternis die blijft zeker maar met keien gooien. Kom op. Dan komen we er nooit meer uit. Hello? Opgesloten in Duisternishuis. Meestal niet zo slim als je aan het inbreken bent om te vragen of er iemand thuis is, Sam. You never know wie er thuis is. Misschien wel een grote hond of zo. Hé, hey, maar vaak ook gamers, ik ga er hier een item breien. Ik ga verder met opnemen, want ik moet dit spelletje in één keer uitspelen, want ik kan nergens opslaan. Die functie zit er op een of andere manier niet meer in. Ik had vroeger wel een functie om op te slaan, maar tegenwoordig niet meer. Dus ik moet alles in één keer doen. Balen. Vergeet jullie niet in de tussentijd niet om een groen duimpje te doen. Ik hoop dat we weer lekker groene duimpjes kunnen halen. 1000 stuk zou leuk zijn. We hadden bijvoorbeeld bij Tomb Raider halen we dat ook elke keer. Dus waarom zouden we dat niet bij de freaking bazige Pyjama Sam halen? Ik zie jullie morgen weer terug hier bij meer Pyjama Sam en de duistere jacht op de nacht of iets in die richting. Mazzel!